Het afgebrande huis aan de Eindhovenseweg in Aalst kampt met een heuse vliegenplaag. Alleen het waarom was onduidelijk en daarom heeft de politie dinsdag twee speurhonden ingezet om de oorzaak te achterhalen. De agenten mogen namelijk vanwege instortingsgevaar niet zelf de woning binnen. De honden sloegen aan op etensresten. Volgens de politie is dat de reden van de vliegenplaag. Op 26 juli brandde de bovenwoning in het centrum van Aalst volledig uit. De bewoners konden zich ten nauw nood in veiligheid brengen door uit het raam te springen. Uit politieonderzoek is gebleken dat de brand vermoedelijk is aangestoken.